Met gestrekte been zet ik altijd jullie drie even op scherp, Leonne. En vandaag is de stelling: alle clubs moeten de jeugdopleidingen opdoeken en iedereen moet gaan karten. Zijn bang. Wat is dit nou weer? Ik heb zo weinig met Formule 1, Gijs. Ik vind het zo kut, eigenlijk gewoon. Ik snap het ook niet. Ik heb dan vandaag die laatste 10 minuten daarvan gekeken. En dan rijdt er iemand 20 seconden voor. En dan rijdt iemand anders zijn auto in de prak. En dan krijgt Verstappen 11 seconden cadeau daardoor. Ik snap die sport niet. Ik vind mensen die dat leuk vinden ook vaak gewoon irritant. Hij is weer bokkig. Ja, maar hiervoor, ja, ik ben vandaag wel echt bokkig. En dan ga je Studio Sport kijken, Eredivisie. En dan eindigen ze met een filmpje van 1,5 minuut van allemaal voetballers die Max Verstappen feliciteren. Ik snap het echt niet. Ik snap het gewoon niet. De Eredivisie was bijzaak vandaag. Terecht of ja. Dat vond ik wel terecht. Dit is natuurlijk wel het sportmoment van het jaar. Ook al hou je misschien niet van de sport. Ja, hier kunnen we niet omheen. En volgens mij staat heel Nederland op zijn kop. Dus ja, dat alleen mag dat wat is toch, alleen dat is toch al leuk. Dat vind ik ook bij voetbal. Soms heb je wel iets met successupporters dat je daar iets tegen hebt als voetballiefhebber. Maar met een Nederlands elftal of zo heb ik dat ook, vind ik dat ook alleen maar leuk als Nederland ja, gewoon zo helemaal blij is. En hier ook, ik zie Snijbo zichzelf echt verbijten, maar nee, ik zat te denken. Snijbo keek liever gisteren gewoon de Eredivisie dan vandaag. Ja, ik kijk liever nog een keer PEC. Nee, maar ik denk ook dat het gewoon een beetje persoonlijke spiegel was. Ik ben gewoon ook heel bang dat mensen die niet van voetbal houden zo naar mij kijken als ik naar al die autofanaten heb gekeken vandaag. En wat moeten die mensen dan echt een schurfteken om mij hebben? Ja. Of niet van voetbalmanager houden. En die, jij dan hier vol trots. Nee, die bestaan niet. Nee, die bestaan niet. Je hebt helemaal gelijk. Maar goed, laten we alle jeugdopleidingen opdoeken en iedereen moet lekker gaan karten. Want wie weet hebben we dan nog een keer zo'n succes. Want dan kunnen we nog een keer met het hele land op de achterste poten staan. Hij woont toch ook in Monaco gewoon? Ja. Hij is wel Nederlanders tijdens het telden. Ja, dat gaat nog steeds door als Nederlands staatsburger. Dus gefeliciteerd, Max. Ja. Laten we het gewoon drie kwartier. Nou, en heel Nederland toch, anders ja. Thomas Lutz. Ja, iedereen gefeliciteerd met Max Verstappen. Ja, ik begon het gesprek met, hey jij daar, met je dikke Jopen. Heb je al een YouTube abonnement voor de derde helft? Nee, hij had geen blas van zijn mond. Daar hield ik wel van. Nou, volgens mij vond ze dat wel leuk, ja. Ik weet zelf ook dat ik dikke tieten heb, ja.